Yo Nintendo fans! Het afgelopen weekend is het tijd voor het Splatfest in Splatoon 3. Het Pokémon en Splatoon Splatfest. Ik ben Team Vuur en we moeten strijden tegen Team Grass. Maar Team Water staat op dit moment op de eerste plek. En ik snap het wel, want dit is een waterlevel. Dit is gewoon een thuiswedstrijd voor alle water Pokémon. Alle fans van water Pokémon. En we gaan eens even kijken of wij hier zo kunnen winnen natuurlijk. Dus ik ben Team Vuur, maar welk team heb jij gekozen in het Splatfest? Laat het weten in de reacties. Doe duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. Ik vind dit wel altijd een lastig level. En ik heb ook net een nieuw wapentje gekocht, want ik had nog het basiswapen. Ik heb nu een ander wapen. Ik zie ze wel strijden daar hoor, met z'n allen. Potverdorie. Kijk, ults zijn al gaande nu. Dit is toch niet normaal, joh. Dit is toch niet normaal. Wat ga ik doen tegen hem? Met zijn super ninja aanval. Jeetje, waar was iedereen? Oh, mijn team. Ja, mijn team is dood. Ja, als mijn team dood is, dan houdt het op, hè. Dan gaat het hem niet worden. Zijn hier... Ik zag toch net iemand? Of ben ik nou gek? Is die nou weer helemaal verdwenen of zo? Daarachter is iemand. Lekker splat, Yoshi. Ik ga vanaf deze kant. Nice. Ik ga hem aanvallen. Ik wou mijn ult gebruiken. Stond er ineens weer een mannetje voor mijn neus. Die was daar aan het verstoppen of zo. Ik heb niet eens gezien waardoor ik dood ben gegaan. Maar maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. Want die battles in Splatoon, die zijn pas over als de wedstrijd voorbij is. En als het nog niet voorbij is, dan kan je altijd nog kans maken om te winnen. Ult gebruiken. Daar. En daar. En daar ga ik schieten. Oh, ik schoot over hem heen, hè. Wat was dit nou, jongen? Dit gooi... Ben ik door hem uitgeschakeld? Let's go. Oké, tempo. Ik zie daar zo nieuwe mannetjes komen. Oh my god, ik heb een bom op mijn hoofd. Ik heb een bom op mijn hoofd. Daar is iemand. Ja, die hebben we. Nice. Die had mij niet gezien, hè. Daar is ook nog iemand. Die komt daar. Die hebben we ook. Oh nee, staat die weer met zijn klodderding achter me. En mijn teammate, mijn teammate had hem wel. Er zijn nu drie van hun. Nee, twee zijn nu kapot. Kom op, jongens. Kom op, even een push maken nou. Oh, gaat het goed? Gaat het goed? Ik denk het niet. Ik denk dat dit niet zo'n slimme actie was. Nou, dit was wel een slimme actie, want ik had ze allebei. Double kill, let's go. Nu moeten we even vooruit pushen met z'n allen, jongens. Nu moeten we vooruit pushen. Oeh, wacht even. Ah, wat is die ijs dood? Ah, lekker teammate. Mijn teammate hield mij daar. Heerlijk dit. Ik heb ook mijn ult weer over. Zal ik hem gebruiken gewoon? Let's go, we gaan hem gewoon gebruiken. Schieten daarboven. En we schieten daar. Let's go. Oh. Hoe kan die dan overleven? Oh, ze zijn er weer. Lekker teammateje. Lekker. Oké, daar. Oh my god, dit is altijd zo'n vervelend ding. Ah, ik zie niks meer. Gaan we dit winnen? Ik denk dat we dit kunnen winnen. Ik ga dit nog even allemaal een beetje vuurkleur verven. Oranje, let's go. Hebben we gewonnen? Oh, maar zij waren ook bij onze base. Oh, dit wordt nog spannend. Nee! Hoe dan? We moeten weer tegen een team gras. Oh my god. Ja, eentje is boven. Deze is van mij. Lekker. Die heb ik. Oké, ik heb alleen geen inkt meer nu. Staat er één daar? Waar is die nou? Oh, die is in het water gevallen volgens mij. Die is volgens mij in het water... Volgens mij staat er ook iemand boven mij nu. Zie je wel? Die moet echt even kapot die daar boven staat. Hoe kom ik daar? Oh nee, oh maar ik zit gewoon zo te focussen op die guy die daar boven staat. Dat ik in het water viel. Kom dan. Oh, ze staan daar samen boven met z'n tweeën te campen. Ja, tuurlijk. Heeft er iemand van ons een sniper of zo? Nee, hè? Als we nou een sniper hadden, dan was het gewoon in één keer klaar. Lekker, Sophie. Lekker bezig. Sophie heeft het even gefixt. Sophie staat nu daarboven. Blijf daarboven, Waar kom jij vandaan? Waar kom jij nou vandaan, joh? Hoe kan je nou opeens achter mij zijn? Sophie is onze MVP. Die gaat deze wedstrijd voor ons winnen, denk ik. Volgens mij hebben we het team uitgeschakeld, het enemy team. Kijk, nu staan wij hier lekker. Oké, dit gaat goed. Ik heb eindelijk mijn ult ook. Kom op. Oh, nee. Ja, ik had hem wel. Maar ik ben zelf ook dood. Oh, nee. Ik ben niet dood. Ik ben gesplat. Oh, nee. We zijn nu wel kapot. We moeten nu... Tempo, let's go. Oh, er was er nog eentje van hun over. Voor de rest was iedereen... Kapot. Oh, waar kom je? Jij was nog over volgens mij. Jij zat hier te verstoppen, hè? Oh, wacht even. Granaatje erop. Let's go. Ah, nee. Oh, shit. Ik ga dit even verven, jongens. Let's go. Jullie moeten vooruit, team. Come on. Oh, dit kunnen wij toch gewoon winnen, jongens. Ik pak jou. Lekker. Oh. Er zijn twee mensen hier. Team. Help. We hebben denk ik weer verloren. Nou, nee, we hebben gewonnen denk ik. Ja! Kijken of we er nog eentje kunnen pakken. Tegen Team Water. Ja, deze moeten we verslaan. Want Team Water staat op dit moment eerste in het Splatfest. Deze moeten we winnen, jongens. Let's go! Oké,
Oké, ik ben aan deze kant. Ik ben samen met Drullen. Let's go, Drullen. Ik wil niet de low ground pakken. Ik wil wel een beetje hoog blijven. Dus even kijken. Daar was een enemy. Kijk wat die gaat doen. Die staat nog een beetje te chillen. Ze gaan een beetje achteruit. Oh, bij ons is er nu één iemand kapot. Ja, dat is altijd gevaarlijk, hè? Nu hebben we één man minder. Oh, oh, kom op. Even omhoog. Oh my gosh. Oké, ja. Zij weten wel wat ze doen. Sophie die wil naar mij. Ik wacht even tot ze... Waar kom jij nou vandaan? Waarom glim jij zo eng? Zijn dit voor gekke Splatoon ninja's, joh? Is dat niet te doen? Is dat opeens staat hij naast me? Hoe kan dat? Oh, oké. Come on. Ik wil mijn ult op jullie hoofd gooien. Ja, ik had er één. Ik had er eentje met mijn ult zo te zien. Oh, maar ik moet wel echt oppassen. Kom op, jongens. Kijk, Sophie die gaat ervoor. Sophie, kom op. Sophie, we pakken hem. We pakken hem. Nee, we pakken hem. Jawel. Oh, lekker dit. Heerlijk gedaan, team. Oh, nee, er was er nog één. Maar mijn team pakt hem wel. Lekker. Van hun zijn er nu 3 kapot. Van ons zijn er 1 kapot. Die ene is daar. Ja, die is ook kapot. Lekker bezig. Oké, ik ben benieuwd of wij dit gaan winnen. Want het was nog, de map was nog best wel blauw eigenlijk, hoor. Als ik heel eerlijk ben. En ik moet zeggen, dit wapentje dat gaat ook niet zo hard, hoor. Met het verven van het gebied. Het wapentje wat ik hiervoor had, die was denk ik beter. Oké, come on. Oké. Nice. We hebben ze, jongens. We hebben ze. Dit moeten we volhouden. Let's go. Daarboven is er één. Ze zijn allemaal daarboven trouwens. Ik ben weer gesplat door een granaat. Ik zag de granaat wel, maar ja, dit was niet zo handig voor mij. Oké, rechts, jongens. Rechts. Moeten naar rechts. Sophie, naar rechts. Let's go, Sophie. Achter je. Oh, nee. Oh, come on. Ja, lekker. En die ook. Deze pakken we ook. Lekker. Oh, wat een heerlijke push. Wat een heerlijke push was dit. Ik heb mijn ult ready. Dus ik kan ze eventjes gewoon weer opwachten. Of in ieder geval een beetje een gebiedje hier verven. Dan daar nog. En dan hier nog een beetje. Ja, dit hebben we in de pocket, jongens. We hebben team water sowieso verslagen. Let's go, toch? Ja, duidelijk. Lekker team vuur. Fue Coco for the win. Nice. Het scheelt trouwens niet zo heel veel, hoor. Het scheelde echt niet zo heel veel. Ah, kijk, nu hebben wij een overwinningsreeks van 2. Maar de tegenstander ook. Dit wordt een lastige, jongens. Tegen Team Water weer. Op het waterlevel. Sophie gaat gelijk weer naar voren. Ja, ik doe een beetje mee met Sophie. Sophie gaat wel de high ground pakken. Dat is wel echt heel slim. Even mijn inkt opladen. Oh, heb ik... Ik had gewoon iemand met... Ik had daar iemand met me... Oh, wow. Wat was dat? Wat was dat? Dat was een ult of zo? Dat was sowieso een ult. Maar ik had er iemand met mijn granaatje. Er loopt daar nu nog een granaat. Oh. Er is iemand achter me. Oh, nee. Die had ik moeten pakken. Ik raakte hem wel, maar hij had mij. Dit potje gaat nog niet zo lekker. Maar nooit opgeven in Splatoon. Ik zie daar iemand. Ik heb hem. Nice. Er zijn hier nog meer mensen. Ah, ja, ik had hem ook, maar hij had mij ook. Ik had er in ieder geval 2. Mijn team is met 3 over. Nu pakken we hem weer. Sophie en Drullen gaan voor de high ground. Dat is helemaal goed. Dat is nice. Ik zie daar een enemy. Eentje is verslagen. Top. Ga je een beetje hier verven. Oeh, die had ik moeten hebben. Ik had Destiny moeten slopen. Dus even kijken of dit nog goed gaat komen, hoor. Let's go. Oh, we hadden de 3. Ik ga naar Sophie. Sophie heeft de high ground. Dat is top. Hele spannende battles. Zij zijn best wel goed bezig. Ik heb hier 1. Ah, die andere heeft mij weer met dat klodder spetter ding. Heel... Oh nee, super spetter. Nou, er stond nog iemand achter me ook blijkbaar. Ik ga naar jou toe. Drullen. Ik hoop dat je het overleeft daar. En dat we wat kunnen doen. Nee, helaas. Ze hadden mij al getarget. Het viel te proberen. Ik ga nu naar Stasic. Hopelijk overleef ik dit nu wel. Ja. Oh, deze ult vervelend. Ik heb echt veel te weinig ults gehad. Oh, weer die klodder ding. Deze man vind ik irritant. Ik denk dat we deze gaan verliezen. Tenzij we over rechts gaan nu. Maar we moeten echt nu gaan verven, jongens. We moeten nu echt gaan verven. Echt verven, let's go. Ik denk dat we hem net hebben verloren. Nou, we hebben hem niet net verloren. We hebben hem duidelijk verloren. Ah, 60-34 ook echt. In mijn hoofd was deze battle spannender. Ik wil er nog 1 winnen, jongens. Let's go. Oh, er staat er eentje die wil daar van een afstand. Die wil ons slopen. Die wil me... Ja, en die kreeg hulp van zijn mattie. Ja, lekker bezig, Sophie, van de bovenkant. Heel nice. Sophie, waar ben je? Sophie heeft nu de roller. Oh, die freaking krap ult ook gelijk. Come on. Ik ga helemaal met jou mee naar voren nu. Stasic, let's go. Ik ga waarschijnlijk zo hard dood nu. Ik heb hier eentje. Hier is eentje. Ik ben dood. Ik moet het echt vaker spelen, jongens. Oké, Sophie, kom eraan. Ik kom je weer helpen. Zij weten niet dat wij hier zijn, denk ik nu. Zie je, zij hebben de midden helemaal gepakt. Ik zie waar die is. Daar. Oh my god. Oh, dit was zo slecht. Nee. Als we hier naar boven gaan, zo. En dan ga ik hier de high ground pakken weer eens. Ja. Ik zie wat jij wil. Maar het lukt niet, jongen. Het lukt niet. Hier, ik heb je. Ik gooi hier een bom. En dan...
Oh, oh, waar ga je naartoe, joh? Is die nou in het water gevallen? Volgens mij is die in het water gevallen. Heel nice. Heel nice. Let's go drillen. Die hebben we. Heel nice. Ja, ja. Ja, ja. Samenwerken. We hebben ze allemaal. We hebben ze nu allemaal, jongens. Misschien kunnen we een beetje hierbovenop verven. Zo. Wat een flotsie. Ja, hoor. Nu het midden proberen te houden. Oh, ik had hem niet gezien. Ik had hem niet gezien. En ik vergeet altijd om mijn ult te gebruiken. Jullie samen hebben hun, toch? Nice. Ja. Ja, deze hebben we. Deze hebben we. En ik heb zeker mijn bijdrage geleverd. Ik was ongetwijfeld niet het beste in mijn team. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de samenwerking. Eigenlijk wel. Dat is wel waar Splatoon om gaat, jongens. Om samenwerken. En zo heb ik toch meer potjes gewonnen dan verloren. Ik sta verbaasd van mezelf. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je meer Nintendo video's wil zien. En vanaf vrijdag Pokémon Scarlet en Violet op dit kanaal. Laat weten in de comments of je hyped bent. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!